toen ik met het Rijksmuseum bezig was, toen zeiden weer collega's, haal het gebouw toch weg, dat deugt helemaal niet. Het wordt niet weggehaald, denk ik. Wat het gered heeft, is misschien zijn ornament en zijn geweldige doorwerktheid aan allerlei details. En het is een glashelder gebouw. Als je er goed naar kijkt, een glashelder gebouw. Prachtig. Je kunt daar eindeloos over praten hoe dat in elkaar zit, hoe de installaties erin zitten, hoe de samenhang is, hoe het ornament, wat wij niet meer snappen, daaraan meedeed. Eigenlijk puur functioneel. Dus ik heb die energie die anderen vaak verliezen aan het bepalen van de eigen positie en het daarmee wegdoen van andere werken, dat heb ik nooit gehad. Denk het ook aan Hammacher, zeg maar. Dat is een belangrijke, binnen mijzelf een belangrijke ontwikkeling geweest. En eigenlijk heb ik dat gevoel van samenhang, wat ik zelfs voordat ik begon met studeren, tekende en schilderde ik heel veel. Ik wilde schilder worden. Of als ik thuis op de piano eindeloos zat, componeerde ik dus. Want ik had wel pianoles, maar dat vond ik niet interessant. Want ik was zelf bezig. En dat die samenhang in geluid, in materie, in de natuurwetten, die heb ik vanaf het begin gehad. En hoe verf gemaakt wordt, wat grafiet op papier betekent, hoe die laagjes over elkaar gaan. Dat hele materiële, fysieke, feitelijke gedoe wat met maken te maken heeft, wat daarmee samenhangt. En wat ook, alles wat je maakt als architect, kan daar niet los van gezien worden. Dan kom je op hoe het vak zich heeft ontwikkeld in die tijd, om maar even die sprong te maken. Dan is mijn perceptie dat de samenhang die je toen als architect probeerde te bevatten, dat je goed begrip van materialen had, dat je je verdiepte in de bouwfysica, wat er gebeurt met een gebouw en waarom dat gebeurt, wanneer de condens optreedt, wanneer niet, hoe het zit met luchtstroom in een gebouw, dat je op zijn minst weet hoe de constructie werkt, ook de ingewikkelde kanten ervan, van torsie en knik en wat je vroeger wel moest leren, maar wat je daarna dacht weer te kunnen vergeten. De bouwfysica bijvoorbeeld was een vak dat werd in Delft gegeven. In het jaar waarin ik studeerde waren er 200 studenten. Het gemiddeld aantal keren dat studenten dat vak moesten doen, dat tentamen, was 6. Dus dat betekent dat je dus dat een aantal het gewoon of nooit haalde en daardoor niet verder studeerde. En een aantal dat iedere keer maar weer, net zo'n teltje er voorbij waren. Toen ik dat hoorde, heb ik gedacht, ik was helemaal niet zo goed in natuurkunde, maar ik vond het wel interessant. Dacht ik, dat zou mij niet overkomen, zonder van de energie. Dus ik heb nog nooit zo hard gewerkt voor een vak. En gewoon met de 6 min, met de hakken, 2 studenten van de 200, in 1 keer met de hakken over de sloot. Heb daardoor wel ook weer een beginselgevoel gekregen voor de bouwfysica. Heb dat later aangescherpt, me daar verder in verdiept en vind dat dus nog steeds razend interessant. Toen ik bijvoorbeeld, om alweer een sprong naar de praktijk te maken, in Leiden, de oude natuurkundegebouw, waar die Nobelprijswinnaars werkzaam waren, Kamerling, Onders, Lorenz, Zeeman, Erevest, die Einstein jarenlang lesgegeven heeft. Die zaten allemaal in dat gebouw. Dat gebouw stond er nog, het koudste kamertje was er nog, toen ik dat gebouw voor het eerst betrad. En dat zou dus de rechtenfaculteit worden. Toen zijn die mensen eruit gegaan, natuurlijk, en die zijn buiten het centrum van Leiden gaan zitten. En daardoor raakte ik ook aan de praat met die natuurkundehoogleraar. Ik vond dat adembenemend. Een van de belangrijke dingen die ik met die mensen vaak over heb gesproken, is de zwaartekracht. Als er nou één wet is waar ons werk aan moet voldoen, dan is het de zwaartekracht. En wat weten we daarvan? Niks. Dus de grote onbekende in de natuurkunde.
iedereen weet hoe het werkt. Newton die kon berekenen hoe lang die appel erover deed en met welke versnelling die op de grond kwam. Maar niemand weet waarom twee dingen elkaar aantrekken. Dat is nog terra incognita, dat weten mensen nog niet. Het dichtste wat men erbij komt, is dat terwijl de zon en de maan al die tijd al in een zwaartekrachtrelatie, in een andere zwaartekrachtrelatie samen om de zon draaien, is dat, weet niemand waarom dat is. Dat is zo bizar, want dat is ons basismateriaal, zwaartekracht, daglicht, dat soort dingen. Het dichtste wat mensen erbij komen is wat op atomaire schaal ooit is uitgevonden door Casimir. Die was hoogleraar in dat natuurkundegebouw in Leiden en daarna directeur van het MATLAB van Philips. Afgelopen weekend is zijn weduwe overleden, die was 101 jaar, 100 jaar oud. Die heb ik ook uitgeknipt uit de krant. Het zijn van die momenten dat in de geschiedenis van de natuurkunde zijn dat nog steeds momenten. Die man die heeft gevonden dat als je op een minimale, praat je over zoveel nanometers, twee materialen bij elkaar brengt, dan kon hij op atomaire schaal kon hij een aantrekkingskracht meten, hoe dat moet je me niet vragen, dat weet ik niet, maar ik heb het gehoord van een van die hoogleraren. En die zei, dan komt er een nul, dan een komma, en dan, geloof ik, 21 nullen, dan kwam er een getal, en zoveel newton. Dus gewoon nauwelijks, maar dat was dus een aantrekkingskracht op atomaire schaal. En dat werd toen genoemd de Casimir-krachten. En dat zou het begin kunnen zijn van het uitvinden waarom dingen elkaar aantrekken op. Als dat op atomaire en moleculaire schaal gebeurt, dat ook in het groot met ons hele stelsel en het hele al dat doet. Want daar wordt in de ruimtevaart natuurlijk druk gebruik van gemaakt. Nou, dan zie je hoe die bouwfysica in je opleiding en in alles wat je doet indringt, een rol gaat spelen. Je interesseert je hoe hout groeit, waarom hout zo groeit, de dichtheid van hout. Het omzetten van het ene materiaal naar het andere, de biologie, hoe als wortels groeien, hoe die zo sterk zijn, die groeikracht van wortels, dat die de domtoren op kunnen tillen als je daar onderin zeg maar struiken laat groeien, dat uiteindelijk ook verpulvert, de natuur dat overwint, hoe door vrieskrachten en ook groeikrachten de bergen verbrokkelen en morenes geven aan de voet en verkruimelen. Hoe de Ardennen vroeger waarschijnlijk een piekhoog gebergte, nu een vriendelijk glooiend landschap is. En de Alpen als jong gebergte met de sneeuw nu aan het verkruimelen is. Misschien nog wel, ik geloof de Himalaya komt nog steeds omhoog. Nou, dat soort bewegingen in de aarde vind ik dus heel interessant. Dus dat je eigenlijk de dingen voortdurend met elkaar verbindt. Al die vakken, de materialen, daar ben ik mee bezig. En in mijn werk probeer ik ook de gebouwen in die zin leesbaar te maken dat je dat ziet. Dat je het belang ziet van daglicht. Dat je het belang ziet van zwaartekracht. Dat je ziet welke materialen, hoe die kunnen dragen. Hoe die aan de grens van hun draagkracht komen. Want als je ze overdimensioneert, dan raak je dat gevoel kwijt. Maar als ze aan de grens komen, zie je dat weer. Hoe de verbindingen tussen die materialen zijn. Verbindingen, de overgang, de in-between, zeg maar, dat is een buitengewoon belangrijk gegeven. Het wonder van een spijker of een schroef, hoe die door knelkracht in het ene houtje het andere hout zich goed aan zich kan verbinden, hoe je zelfs met een schroef dat aan kan trekken en sterk kan maken. Ja, ik verwonder me daar dus voortdurend over en probeer dat ook te laten zien in het werk, hoe dat werkt. En hoop, ik weet niet of dat lukt, maar dat mensen dat ook zien. Ook al zijn ze het niet bewust, maar wel daarmee het gevoel houden met hoe de wereld werkt en in elkaar zit.